Ik ben Yvonne Simons. Ik ben geboren en getogen in Tilburg. En ik ben hier op mijn 21ste jaar als schilder naartoe gekomen. Ik zat op de kunstacademie in 's-Hertogenbosch. En ik wist gewoon dat ik iets met mijn leven wilde doen wat Nederland op dat moment me niet te bieden had. Ik kom gewoon uit een normaal arbeidersgezin in Tilburg. En dan kom je opeens in zo'n stad in en dan is het net alsof alles van je afvalt. Ik weet niet, al mijn grenzen werden verlegd. En dat was echt overnight, weet je wel, het gebeurde gewoon. Ik heb al na 3 maanden wat dus mijn man zou worden, heb ik ontmoet. En Max, die heeft mij destijds echt de New Yorkse kunstwereld laten zien. En we zijn al snel met elkaar gaan wonen en wij schilderden dus alle twee. We hebben jaren alleen geschilderd en daarvan bestaan ook. Het uitgangspunt van al mijn schilderijen is het menselijk lichaam. En die combineer ik dan met mythologische verhalen. Dat past altijd heel erg goed bij elkaar. Maar wat heel leuk is, deze jas die is van mijn opa uit Bladel. Die hangt eigenlijk met draden bij elkaar vast, maar ik durf hem niet in de was te doen, want hij is heel erg belangrijk voor mij. En hij moet eigenlijk al jaren uit, maar ik wil hem niet weggooien. Dus nadat ik vele jaren getrouwd ben geweest, zijn Max en ik uit elkaar gegaan. We hadden 2 kinderen, 2 dochters. En ik heb sindsdien een nieuwe man leren kennen, waarmee ik al 6 jaar samen woon. Hij komt uit Senegal en we zijn heel gelukkig samen. Ik heb allerlei dingen gedaan in mijn carrière sinds ik hier aangekomen ben. Op het moment ben ik de Deputy Executive Director at the South Street Seaport Museum. Ik vertrek elke ochtend vanuit Staten Island met de Staten Island Ferry naar Lower Manhattan. We zitten net beneden de Brooklyn Bridge. En het waar dus vroeger de schepen aankwamen en waar handel gedreven werd. Wij zitten hier dus echt op de plek waar vroeger New Amsterdam geweest is. In ons museum is normaal gesproken zijn er allerlei tentoonstellingen te zien. Maar 3 jaar geleden zijn wij dus hier overtroffen door Hurricane Sandy. En het is hier dus ongeveer 2 meter ondergelopen. Dus waar ik nu zit, dan zou ik mooi onder water zitten. Zo erg was het hier dus. Wel, mijn toekomst is zeker in New York City. Ik vind dat mensen hier energieker zijn. Hier die evolutie, die verandering is noodzakelijk. Je moet hier blijven veranderen, je moet hier meegaan. Je kunt nooit stilstaan. Er zijn echt momenten dat je denkt, oh, het was allemaal zo gemakkelijk geweest voor me als ik in Nederland zou zijn gebleven. Maar toch, dit is hetgene wat me aantrekt van New York.